Hey, tijdens deze lockdown gaan wij samen met de Leize jullie inspiratie geven voor in de keuken lekker gezellig familiaal te koken. Vandaag gaan we maken kip met bouletjes, champignons, dus met selder, met dragon en met puree. Dus kip op mijn wijze, à ma façon. Dus wat hebben we daarvoor nodig? We hebben nodig gehakt kip. Ik heb een hoevenkip, Les Bleu Rouge. Bij de lezen, champignons, room, dragon, een beetje shallot en selder. Zo, dus ga samen koken met Arnaud, onze kleine zoon van 16 jaar. We hebben samen, we koken veel in ons verlofdag samen. Arnaud komt mij geregeld aan. Dus wel een mooi moment. Ik kan een keer babbelen. Ja, dat is toch. Nee? Dus wat gaan we doen? We gaan eerst de bouletjes maken. Kleine bouletjes, dat duurt niet lang voordat dat haar is. Ik Arnaud, je weet dan wat te doen. Voordat ik aan alles begin, want in feite ga ik alles bakken in één pan. Ik vind dat ook belangrijk als je thuis bent. Je bent thuis, wat is het belangrijk? Dat je niet te veel afwas hebt. Dat het geen 6 uur duurt. Ik begrijp dat. Maar dat je gewoon iets maakt dat simpel is, maar lekker. En het product is voor mij het allerbelangrijkste. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb polderaardappelen. Dus bloemaardappelen. Polderaardappelen zijn gewoon aardappelen omdat er heel veel bloem in zit. Door de kleigrond. Ik heb die gewoon een uur in de oven gestoken. Met pellen en al aan. En ondertussen, dus die hebben in de oven gezeten. Die ga ik nu uithalen. En dan gaan we daar puree mee maken. Ik heb dat doorprikt. Waarom heb ik dat doorprikt? Omdat vocht uit mijn aardappel moet. Dus doordat ze zo in de oven gezeten hebben, is hij eigenlijk een soort van gepoft. Like dat heb je op een barbecue. Maar het binnenste gaat er weinig vocht in zitten en heel veel smaak van die pel ook. De pel is heel belangrijk. We gaan dat gewoon in twee snijden. Dus je moet dat wel doen als de aardappels nog warm zijn. Als de aardappels koud zijn, dan gaat dat beginnen rekken en gaat dat straks niet goed kunnen passeren. Dus wat doe je gewoon met een lepel? Hup. Courage. Dank u wel. En mag ons, hè. Verse dragon. Dus ik ga een beetje fijn snijden. Dus hoe gaan we gastriet maken? Heel simpel. Een beetje dragon. Dus je neemt je stengels, hetgeen dat over hebt. Gewoon een azijn. Wat je eruit mee wast, niet te veel. En witte wijn. Zo. Een shallotje. Een laurierblaadje. Voor die hoeveelheid is normaal gezien is het wel niet veel. Hè? Een beetje peperbolletjes. Zo. Mis met de puree op, hè. Goed. Ja. Voor die een azijn van dragon, we gaan dat gewoon een keer goed laten opkoken. Dat moet geen half uur opstaan. Je doet dat gewoon zo in een potje in je frigo en je laat dat gewoon staan. Heb je nog een keer dragon over, moet het er eventueel zelfs gewoon bij steken. Gaat zijn smaak geven, dragonazijn. Geen verlies, hè? Nee, het is slecht een tijd, hè? En goed aan de zijkant. Een beetje melk. Wat moet er in puree zitten? Boter. Goeie boter. Dus je moet rekenen dat als je 1 kilo aardappels over hebt, doe je er zeker 100 gram à 200 gram boter in, volgens je eigen smaak. En altijd een beetje melk ook, want anders gaat het te zwaar zijn, vind ik. Wat gaan we er wel in doen? Dat is zout, hè. Voorzichtjes roeren in, hè. Ja. Het zit vol bij. Je fooi vastpak. Ik weet niet lekker wat je moet proeven, hè, want je zit thuis. Wat doen we er nooit bij? Ik niet. Geen muskaat in mijn puree. Omdat ik wil hebben dat mijn puree echt naar pataten smaakt. Pataten, boter en een beetje melk om het een beetje smeuger te maken. En zout. Maar geen muskaat. Ik weet het, mama heeft ons geleerd dat we overal muskaat in deden. Maar ik ben niet tegen muskaat, maar niet in mijn pureepatatjes. Ik heb een tip. Je hebt mij die puree zien maken. Als je geen sterke zoon hebt, of je geen goesting voor die een afwas te doen. Ik heb dat gevonden bij de lijzen vanmorgen. Een pan, een klein beetje boter erin. Dus wat gaan we doen? Onze kip. Gewoon bakken. Daar nog zijn bouletjes erbij.
gaan dat gewoon op zijn gemak gaan zien. Die champignons gaan hun smaak geven. Dus gewoon kort bakken. Ik ga er nog een beetje shallot ook bij doen. Dus dat is een beetje selder. De selder is goed voor alles, hè? Zeg. Dat is een goede lepel mosterd. En dan room. Gewone room. Zet erop, hè? Gewone room. Nee, room. Gewoon een keer proeven. Oh. Dat moet nog gewoon worden, hè? Dat is de leeftijd. Ziet er allemaal goed uit. Klein beetje dragonazijn. Voilà, zeg. We moeten ons herpakken, want het is nog voor een tijdje eten en drinken met mate. Maar wat dat je drinkt moet super zijn en wat dat je eet moet ook goed zijn. Dat is het belangrijkste, dat is. Proef de kruider, ik heb mijn leven. Ga een keer kijken. Ik heb er een beetje azijn op bij gedaan. Ga er mijn leven? Dus wat ga ik erbij doen? Op het einde, dragon. Mogen geen dragon. Een bouletje, een beetje kip. Selder, champignons, een dragon en winnen. Iedereen mag dat graag. Het is thuis, hè? Voilà. De vettigheid van die puree, met een klein beetje het zure van in die saus, maquis, bouletjes, kippetje. Kindvriendelijk.